Ik vind het wel typisch dat je dan meteen naar een nummer gaat waar je echt een hekel aan hebt. Nu. Nou, echt gekregen ook hoor, wel de afgelopen periode. Die hele zomer, het was alleen maar dit liedje de hele tijd. Maar het was een beetje de maand van de records. En dit nummer komt dan toch wel weer naar voren. Want het was het nummer dat het eerste 2 miljard, het eerste 3 miljard en nu ook het eerste 4 miljard views heeft gehaald op YouTube. Echt gigantisch veel. En dan gaat hij dan nog een keer. Despacito. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Ja, 386 miljoen in Mexico alleen al. Ja, echt krankzinnig. Als je de wereldkaart erbij pakt, dan zie je waar ze een beetje vandaan komen. Veel Spaanstalige landen, uiteraard Mexico, Colombia, ook wel uit Spanje, Argentinië, Brazilië. Daar komen ze vandaan en wij doen het ook wel goed met 17 miljoen views voor dit liedje alleen. Het is echt al, het is echt niet normaal hoeveel mensen dat zijn. En het is ook wel mooi, want dat is eigenlijk waar YouTube ooit voor is opgericht. Want de makers van YouTube, die zaten in 2004 naar de Super Bowl te kijken. Die zagen het nippelslip-incidentje van Janet Jackson. En die dachten, en een van die jongens die had het niet gezien. Dus die wilde terugkijken. Die ging zoeken op internet, kon het nergens vinden. En toen dachten ze met z'n drieën van, nou weet je wat, dan gaan wij een klein siteje bouwen waar je dan muziekclipjes op kunt zetten. En zo is YouTube uiteindelijk super groot geworden. En, ja, dankzij de nippel van Janet Jackson. Precies, dankzij de nippel van Janet Jackson inderdaad. Ja. En ja, je merkt nu wel een beetje dat nu dit soort platen dan 4 miljard views krijgen. En anderen ook weer boven de miljard aan het komen. Dat dit wel de nieuwe klassiekers aan het worden zijn.